Joost, jullie hebben het er al even over gehad. Het is echt niet goed, ja, hè, Filip? Het is een schande. Hoe komt dat? Het is nogthans, en ik was er getuige van, een splinternieuw veld. Waarschijnlijk te laat. Dat is de reden. Het is in juni aangelegd van vorig jaar, zal ik zeggen. Hè? En ook, we moeten de zaken zijn dat ze zijn. Ik ben op het stadion alle dagen. Buiten die gast die de lijnen trekt de dag voor de wedstrijd. Zie van de gemeente stad, zeg maar. Van de stad, ja. Van ja, stad. Zie ik nooit iemand daar werken op dat veld. Nooit. Maar het is aangelegd in juni. In augustus was het eigenlijk al kapot, heb ik horen zeggen. Dat er al stukken gras Laat ons zijn september. Uit. September was het al. Allee, september. Van de... Nee, het is een schande. Verschrikkelijk, ja. Dus niet op te voetballen, kunnen we dat stellen? Nee, ja, slecht voetbal is een excuus op zo'n veld. Ja. Dan gaan we even naar de coach. Hè. Collins, nieuwe man uit Schotland. Onverwachte trainer geworden bij Charleroi. Is het een goeie? Want ja, hij had 1 op 15. Nu, dat is niet veel. Ik vind een... we moeten... Dus John Collins en Tommy Gregg, zijn assistent. Twee Schotten. Ja. Toptrainers in mijn ogen. Dus ik heb al het een en ander meegemaakt qua trainers. Maar het zijn toptrainers. Enorm professioneel bezig. Maar ik denk dat ze nu beetje per beetje beseffen waar ze zijn. En waar zijn ze? Bij Charleroi. En wat betekent dat, Filip? Dat het... het zullen misschien niet veel mensen dat niet graag horen, maar professionalisme is maar op een laag pitje bij ons. Maar is dat bij de ploeg, bij de spelers of bij de club, bedoel je dan? Waarom ook niet bij de spelers? Ik heb daar waarschijnlijk dat is. Ik denk dat ook talent alleen bij de spelers niet meer voldoende is nu in de huidige competitie of voetballerij. Je moet ook kunnen werken. Het onzichtbare training, like dat we dat zeggen, dus voeding, hygiëne, educatie, noem maar op, alles, maakt deel uit een carrière. Ook buiten het veld? Ook buiten het veld. De discipline, wat ik noem, is heel belangrijk. En dat laat dikwijls de wensen over bij Charleroi. En ook infrastructuur, real, wat dat rond, het materiaal dat je moet meewerken. Ons trainingscomplex, de velden. Moeilijk. Maar die mentaliteit in de spelersgroep nog even, is dat dan zo moeilijk om daarmee te werken? Het is zo. Er is natuurlijk veel verloop. Ja, maar als je bijvoorbeeld van een jonge speler, die waarschijnlijk wel talent heeft, dat is zeker, hem op een wolkje zet en zegt van het is een topper en die kan binnen een jaar of twee naar Man United en noem maar op. En die speler, bewust of onbewust, gaat zich ook gaan gedragen aan die lof. Dan, maar jij stoort je eraan, hè? Dat stoort mij met die enorme koptelefoons rondlopen, bijvoorbeeld. En ja, zo. Dat is, ik word er gek van. Ja? Van die niet-discipline, die iPods bijna tot aan de theorie, of dikwijls tijdens de theorie. Die fluo-schoenen, die oorbellen, zijn precies meer kerstballen dan oorbellen. Allee, ik word er... Maar je zou toch verwachten dat zo'n schot daar komaf mee maakt? Of ja, maar ik denk... Die mannen, dat is toch, voor hen is dat toch ook de basis van alles, of niet? Dus, Ja, maar ik denk dat het bijna te laat is. Mm-hmm. Met bepaalde van de groep. Ik denk dat er jammer genoeg. Want het is talent, individueel talent. Het is niet talent. Dat wij oud worden of zo. Want ik heb nog al die vragen wie ze zijn, hè? Ik heb mij ook de vragen. Er zijn nu iPods. Ik heb zelfs Bob Peters met een iPhone gezien. Dus hij is helemaal mee, hè? Ja, maar het loopt bij ons... Ik zei het nog straks. Het loopt bij ons gasten voor de wedstrijd die het veld gaan bekijken met een iPod groter dan die van Bob vroeger. Ja, die enorme... Dus dat is zo... We moeten ook niet ouderwets doen, maar voetbal is toch altijd een professionele sport. En... Maar is het daarom ook dat je was even hoofdtrainer, als opvolger van Matthijs, dat je daarom mee gestopt bent? Voor 80%, ja. Absoluut. Daarvoor heb ik mijn ontslag gegeven, ja. Jij vond